goedemiddag, Stefan Engelen van de firma Xero. Ik ga een klein beetje uitleg geven over de nieuwe modellen die op CES presenteren. Het eerste model dat we in 2015 uitgebracht hebben is de Xero Explorer. En daar hebben we nu drie modellen aan toegevoegd. Eén model eronder en twee modellen erboven. We gaan beginnen met het kleinste modelletje dat heel leuk is. Onze foldable kleine drone, de Explorer Mini. Die dezelfde features heeft als de grote broer. Volledig gestuurd via je smartphone. Alle functies zoals Follow Me, Waypoints, het zit er allemaal in. Ja, met een 1080 camera met een prijspoint van ongeveer €399. Dan gaan we verder. Dan hebben we hier het opvolgmodel van de Explorer zoals we die gelanceerd hebben, is de Explorer 2. Explorer 2 heeft extra uitbreiding met een grotere accu erin, 4K camera, 3 assen gimbal. En natuurlijk onze fantastische feature is het anti-collision systeem dat kan detecteren tot 6 meter afstand. En gaat daardoor ook de obstakels, rond de obstakels vliegen. Dan hebben we dan ons grootste model, dat gaat leverbaar worden einde van dit jaar. Dat is de Explorer Extreme. Die alle features ook heeft natuurlijk van dit model. Het is gecombineerd met de features van Explorer 2, anti-collision alles. Met een heel grote camera, komt erin 4K met zoomlens. Gaat ongeveer een retailprijs kennen van rond de €2000.